Dag allemaal, wat leuk dat je weer bij mij aan tafel schuift. Het is een tijdje geleden dat we elkaar zagen aan mijn tafel. Ik ben druk geweest. Ik heb een hele hoop werk gedaan aan mijn altered boek. En daar heb ik net een video van gemaakt met een flipthrough. Ik zal een link hier rechtsbovenaan in het scherm plaatsen. Ik heb een travel kit gemaakt, zodat als ik op vakantie ga, dat ik onderweg op het balkon, aan het zwembad, waar dan ook, toch creatief bezig kan zijn. En ik heb een hele mooie oude kist gevonden. Dit is een kist om zilver in op te bergen. En die ligt al jarenlang in de kast leeg te zijn. Maar ik vond de kist zelf zo mooi. Ik kon daar nog geen afscheid van nemen. Dus vandaar dat die ligt te wachten op een andere bestemming. En die heb ik gevonden. Ik heb van dit aan zich al mooie kistje nog iets moois gemaakt. En ik zal hem voor je open doen. Dit is het eindresultaat geworden. Aan het eind leg ik uit wat ik er allemaal in heb gedaan, maar ik geef je even een preview. We maken dus de deksel van de kist. Daar komen twee pockets in, waar het een en ander ingeschoven kan worden. En je ziet hoeveel materiaal erin past. En dit is de bodem van de kist, waar alle materialen in opgeborgen gaan worden. Dit kistje gaat dicht met een ouderwetse manier van afsluiten. Geen idee. Het sleuteltje heb ik nooit gehad. Geen idee of dat nog bestaat. Kan dus niet op slot. Maar dit wordt mijn travel kit, zodat ik mijn altered boektechnieken kan blijven beoefenen, terwijl ik lekker ergens aan het genieten ben van een andere omgeving, andere horizonten en andere indrukken en ervaringen. En ik ben benieuwd of ik dat ga terugzien in mijn werk. Wat hebben we hiervoor nodig, zodat we dit resultaat kunnen bereiken? Wat gaan we gebruiken bij dit project? We hebben een hele stapel focal points. Ik heb nog geen idee welke ik ervan ga gebruiken. Dat komen we onderweg nog tegen. Ik heb een verzameling ondergoed. Dingetjes die ik vond bij een kringloopwinkel. Patronen. Nou ja, ik heb een heleboel. We gaan gebruik maken van wat transferfolie en onze spuitlijm. Die ligt nog bij mij in de kast. Die pakken we TCT wel. Ik heb een stuk karton nodig, want ik ga een vak maken. En dit was een oude bestekcassette. En ik ga hem je laten zien. Hij zag er ongeveer zo uit. Deze zaten hier aan de zijkanten. Dit zat hier bovenin. Dit zat hier onderin vastgeplakt. En deze zaten ongeveer zo. Dit heb ik eruit gehaald omdat ik deze cassette toch niet ga gebruiken in mijn dagelijks leven. Ik geloof dat hij al 10 jaar in een kast ligt. Leeg. Dus dit heb ik eruit gesloopt. Deze ga ik hergebruiken. Dit is eruit. En dit is eruit. Hoe ga ik dit hergebruiken? Ik moet even voorzichtig zijn, want hier is hier kapot aan het gaan. Dus dat ga ik eerst zo even repareren met wat verband. Dat zal ik je zo laten zien. Maar ik ga zo'n houtje hierin plaatsen. Deze wel met een beetje leren kant naar boven. Het is een beetje. Het stinkt een beetje hoor, dit ding. Het is oud. En dan ga ik hier een stuk karton overheen plakken, zodat ik hier nog wat achter kan schuiven. En nu ben ik afgeleid. Want ik denk, ik ga die eerst repareren. We hebben natuurlijk onze modpotje nodig. Ik ga vast en zeker mijn Treasure Gold gebruiken. Mijn Stabilo. Ik heb een schaar nodig. Dit is een handige schaar, omdat hij een beetje in een hoek knipt, zodat ik misschien aan de zijkanten minder last heb van dat mijn schaar en mijn handen in de weg komen en ik niet netjes af kan knippen. Misschien maak ik gebruik van de gesso. Ik heb wat verfjes. In ieder geval om dit te repareren is dit een antiquing medium. En dit is metallic patina. Dus ik hoop dat dat een beetje in de buurt komt van de kleur hier. En ik ga ook
zeker de buitenkant helemaal dichtmaken. Dit is gewoon van, ik denk dat hier gewoon papier overheen geplakt is. Dus dat gaat op een gegeven moment kapot. Dus daar ga ik mee beginnen. En ik ga sowieso met acrylverf werken, omdat dat langer houdbaar is dan bijvoorbeeld een waterverf of een distress inkt. Dat kan ik met dit project niet goed gebruiken. Laten we beginnen met de reparaties. Even kijken, want die wil natuurlijk niet op zijn kant staan. Ik ga hier moppots op smeren. Dan leg ik er een stuk verband overheen. Dan gaat er weer moppots overheen. En nou, dan ben ik bij je terug. Ik denk dat ik daar gewoon even mijn concentratie voor nodig heb. Deze is gelijmd en gedroogd. En dat werkt hartstikke goed. Dat ga ik nog verven. Maar ik ga eerst aan de binnenkant beginnen. Ik heb mijn lijmpistool alvast aangezet. Die staat hier op te warmen. Want daarmee ga ik straks deze vastlijmen. Maar ik heb eerst mijn ondergoed nodig. Ik ga de hele kist bedekken met ondergoed. Natuurlijk doe ik dat met moppots. Het is een kwestie van moppots smeren op de plek waar je ondergrond terecht moet komen. Je ondergoed. En dan plakken we dat erin. En dan gaan we er weer met een moppotje overheen. En dan proberen we de luchtbelletjes er zoveel mogelijk uit te wrijven. Terwijl je bezig bent de moppotje erin te smeren. Dat zal niet helemaal gebeuren. Zeker niet met zo'n dun papier als ik nu gebruik. Maar dat beschouwen we dan als textuur. En zo ga ik de deksel en de doos zelf helemaal bekleden. En de tekst mag ondersteboven, van links naar rechts, van rechts naar links. Of leesbaar op de ondergrond geplakt worden. Ik ga dat afmaken. Jullie hebben nu wel door hoe je dit doet. En dan ben ik straks weer bij je terug. Mijn kistje heeft zijn ondergoed aangetrokken. En daar ben ik erg blij mee. Dit ga ik even laten drogen. Ik ga even aan de slag met deze. Heb ik hem toch nog even nodig. En daarna kan ik hem laten drogen. Ik wil dus een vakje maken. En dat moet dan zo breed zijn als deze. Zo. Dus die ga ik even aftekenen. Met een potlood. En dan wordt hij natuurlijk niet hoger dan de deksel zelf. En de deksel eindigt hier. Zo. Zo. Dus ik moet hem zo uit gaan knippen en toen had ik later nog het idee, als ik hier nou ook nog een stukje van afknip en hieraan bevestig, ook een beetje zo, dan heb ik nog een pocket. Deze wordt iets kleiner ten opzichte van het kartonnen gedeelte. Kartonnen gedeelte ga ik ook bekleden met ondergoed en dan ga ik deze erop maken, waarschijnlijk met wat gaatjes en wat van die eyelets. En die ga ik er dan in de doos plakken op deze houten dingetjes. Dus daar ga ik nu mee aan de slag. Dit op maat maken. Dit mag even drogen. Ondergoed hier helemaal omheen. Dat ga ik even doen. Zoals dit. En dan ben ik bij je terug. Deze heb ik ook ondergoed aangegeven. Ik heb de kanten naar de achterkant gevouwen en daar weer vastgeplakt. Deze is nog steeds aan het drogen en dat komt omdat ik daar een wat goudkleurige moppots overheen heb gedaan. Dat is deze.
Ik weet niet of we er straks nog wat van gaan zien. Maar mijn gevoel zei dat ik dat moest doen. Dan heb ik wat kleuren uitgekozen. Ik weet nog niet zeker of ik de beige ga gebruiken. Maar ik vind dit turquoise en dit geel erg mooi. En deze goud. En misschien voor wat donker nog een zwarte. Daar ga ik mee spelen. Deze mag even drogen. Hier komt nog een afbeelding op en gaat in dezelfde kleur geverfd worden als de doos. Oh, die zag je niet, maar die doos ligt daar. Die pak ik hier weer bij. En wat goud. Had ik dat al gezegd? Ik ben dol op goud. En voor dit ga ik nog een ander dingetje erbij pakken. Oeh, ik vind het een hele mooie stempel. Die kreeg ik van mijn zuster. Normaal is die dicht, nu was die open, dus ik was een beetje aan het kliederen net. Ik ga hier ook wat deco varnish voor gebruiken. En die deco varnish zorgt ervoor, als ik dat met mijn acrylverf vermeng, dat de ondergrond, als het goed is, nog een beetje zichtbaar blijft. En ik ga kijken of dat gaat werken. Beetje zwarte verf. Gelijke hoeveelheid. Ongeveer varnish eroverheen. Kwast erbij. En dit smeren we lekker door de doos heen. Het is voor mijn gevoel wel iets donker. Dus ik ga er straks... Ik ga er straks nog met een doekje overheen. Een snoetenpoetser. Om een beetje van het zwart er weer af te halen. Eigenlijk is het een beetje grijs geworden nu. Dat doe ik nu het nog nat is. Bovenkant. Beetje zwart. Hoeft dus niet zoveel. Ik red het wel. Varnish. Dat is één laagje. Ook dat mag drogen. Deze is droog. Deze heb ik ondertussen ook gedaan. En die is ook bijna droog. Op dezelfde manier. Dan gaan we bezig met de volgende laag. Ik vind het wel al heel mooi. En het grappige is bij deze. Dat de gouden modpotje die ik erop heb gesmeerd. Is vermengd met het zwart wat ik er weer een beetje afgehaald heb. En het glimt zo mooi. Ik hoop dat ik het zo kan blijven houden. We gaan op dezelfde manier met het turquoise aan de gang. Beetje turquoise. Beetje varnish. Een natte kwast. Ik ga met wat goud en een creditcard door de kist heen. Ik heb het ook met een beetje geel geprobeerd, hoewel ik de... Ik heb het met oker geprobeerd. En ik vond het resultaat wel mooi, maar net iets te heftig. Dus dat heb ik er weer afgehaald. Nou, komt u maar. Ik geef wat accent aan de vouwen en de bubbels. Structuur van de ondergrond, zoals die nu is, met de kaart. Niet te hard, niet te zacht. En ondertussen verder met deze, want mijn doos ligt te drogen. En dan pak ik mijn stukje plastic erbij. Daar ga ik een stukje van afknippen. Ongeveer zo. Dan pak ik een stift die hopelijk even op plastic kan schrijven. En niet direct verdwijnt.
Deze gaat er zo op. Uiteindelijk moet ik zorgen natuurlijk dat hij niet vies wordt. Dan zou ik schone handen moeten hebben. En een schone ondergrond. En beide heb ik niet echt. En ik ga hier een leuk toeltje voor gebruiken. Ik pak even mijn snijmat erbij. En deze. Dit is een heel interessant toeltje. Komt uit Japan. En daar kun je gaatjes mee boren. Ik ga even kijken welke ik eerst ga doen. Ik denk gewoon deze. Als het goed is kun je door alle oppervlakken heen boren. Hier ga ik een oogje in doen. En op dezelfde plek ga ik natuurlijk hier gaatjes maken. Want ik ga ze met zo'n ringetje aan elkaar verbinden. Kijken of deze nu wel werkt. Goed op zijn plek leggen. En dan gaan we naar de volgende. Goed, dat is klaar. Het is een heel makkelijk toeltje. Maar plastic had hier wat moeite. Dan pak ik mijn oogjes erbij en mijn klem. En dan gaan we deze aan elkaar verbinden met wat oogjes. En het is vrij simpel. Hier doet het oogje er doorheen. Aan de achterkant zit het pieletje. Die doe je aan de achterkant. En dan druk je ze samen. En dan zijn ze met elkaar verbonden. En dat ga ik overal in alle gaatjes doen. Wel eventjes netjes uitlijnen. Tot zo. Ik zal deze even aan de kant doen. Ik was hier even aan het kijken. Ik heb het een en ander met oogjes aan elkaar gemaakt. Dus hier kan straks wat tussen. En hierachter komt ook een vakje. Dus hier kun je nog wat plaatjes bewaren. En hierachter ook als je dat zou willen. Dit gaan we nu in de doos lijmen. En ik had deze, die was wat lang. Die kwam tot hier. En toen bedacht ik me natuurlijk van ja, als ik het er zo inlijm met die eroverheen. Dan krijgen we hier een soort van afstapje. En dan krijgen we met dit ding een probleem. Dus die heb ik op maat gezaagd. En ja. Dus deze gaat er zo in. Deze gaat er zo in. Dan gaat dit er zo in. Ook deze was net iets te groot. Ik had het niet goed afgemeten. Dus ik heb hem gewoon afgeknipt. Zodat hij er net in past. En hier steekt hij straks een stukje uit. Nou, dit ga ik er niet afzagen. Voordat ik deze erop ga lijmen, zal ik hier nog wat verf overheen doen. En dan valt dat ook niet zo op. Ik ga het mezelf niet te moeilijk maken. Maar eerst gaan deze erin. En daar had ik dus mijn lijmpistool voor aangezet. En terwijl dit droogt, ga ik dus even dat puntje aanpassen. En dat ga ik met een beetje goud doen. Dat valt het minste op, denk ik. We gaan deze erop lijmen. En we zien het vakje al ontstaan. Wat is hier aan de rand gebeurd? Dat gaan we oplossen. Oh, wacht even. Voordat we dat gaan oplossen. Ik ga even met mijn Stabilo, in ieder geval om deze rand heen. Had ik daar ook moeten doen. Kijken of ik dat nog een beetje tussendoor kan doen. En dus dan leg ik deze nog weer even aan de kant. Dat is een kwestie van een zwarte lijn, een beetje vocht. En een beetje smeren.
Dus als ik dat gedaan heb, ben ik weer terug. Deze heb ik nog een beetje zwart gemaakt om de randen heen. En toen ineens zag ik dat ik hieronder geen enkel plaatje had geplakt behalve het ondergoed. En het plastic zat er natuurlijk al overheen. Nou is het me toch gelukt om dit zonnetje erop te zetten. En wat heb ik gedaan? Voorkant en achterkant gemopportst. Ik heb een stuk bakpapier gepakt. Daar heb ik deze soort van in de hoek ondergeplakt en er zo ingeschoven, zodat hij niet aan het plastic vast ging plakken, maar gewoon aan de ondergrond. Dus dat kan, dat droogt vrij snel. Ik heb het goed aangevreven, eruit gehaald. En daar ben ik heel blij mee, want ik miste gewoon een afbeelding. Iets. Nu is die meer af voor mijn gevoel. Dus we gaan verder met de kist. Deze rand ga ik ook nog even zwart maken, zie ik al. Het is een beetje leer wat hieronder zit. Dus dat beweegt een beetje mee. Maar ik ga dit een beetje distressen. Zodat het niet zo uit de toon valt straks. Zo, een beetje donkerder. Hier mag die er goed in. Nou, gaan we dit vastplakken. Ik heb een vak. Natuurlijk niet te veel nu, want het is nog aan het drogen. Waar ik wat in kan steken. Erg leuk. Erg leuk. Happy. Ik ga iets proberen. Ik kreeg deze houten kandelaar, denk ik, van mijn zus. En die zei, is dit een leuke stempel? En toen zei ik, ja, dat is een hele leuke stempel. Dus deze ga ik proberen erop te drukken. Met een beetje zwarte acrylverf. Dus ik moet zorgen dat de acrylverf op mijn stempel komt. Dat is niet al te makkelijk. Misschien doe ik het nu heel moeilijk. En hij hoeft er niet helemaal op te komen. Ik ga het anders doen. Haha. Het hoeft er niet helemaal op te komen. Maar een afdruk zou ik wel grappig vinden. Zo hier. Een soort van afdruk. En als ik helemaal niks zie, probeer ik het nog een keer. Als ik maar 1/8 zie, probeer ik het nog een keer. Want dan is de verf gewoon niet juicy genoeg. Nou, we gaan eens kijken. Maar dat is een beetje weinig. Dat gaan we anders doen. Dan heb ik gelukkig wat guidelines hier. Hier wel. Maar hier zou die ongeveer een tweede keer een afdruk moeten geven. 1, 2. Het is natuurlijk niet bedoeld als stempel. Voilà. Dit vind ik leuk. Dan ga ik hier een rond fotootje in doen. Een beetje goud eromheen. Dit mag drogen. Ik ben met mijn focal points bezig geweest om te kijken waar ik wat ga neerleggen. Dit bloemetje gaat in de stempel. En hoe heb ik dat gedaan? Ik heb hier nog een klein beetje zwarte verf op gedaan. Op de afbeelding geplaatst. Beetje schatten. Gelukkig is dit een plaatje met een coating. Dus ik zat eerst verkeerd. Dan kon ik het weer wegvegen met een doekie. En ik heb net zo lang gestempeld tot ik wel de juiste cirkel had op de bloem. Dus die kon ik uitknippen. Die is nog niet vastgeplakt, want de stempel is nog niet droog. En ik wil hem ook nog eventjes zorgen dat hij een mooie zwarte rand krijgt. En omdat hij juist een beetje een coating heeft, ga ik hem een klein beetje schuren. Anders glanst het zo alle kanten op. En maak ik hem stuk, dat kan natuurlijk ook. Niet erg. Zo. Dan ziet hij er wat minder glanzend uit. Plak ik hem er zo dadelijk in. En doe ik er een zwart randje omheen. Maar dit moet natuurlijk eerst een beetje goed drogen. Ik kan straks misschien wat gaan afdeppen. Want dit zijn hele dikke klonters. Ik had bedacht dat ik
deze luidspelende man hier in de hoek wilde hebben. In ieder geval al. Misschien dat er nog meer komt. Deze hand gaat ernaast. Dan heb ik een soort van schaal met allerlei leuke spulletjes. Dus die gaat daar. Nou, dat kun je ook goed bekijken. Dus ik ga dit dan een beetje uitknippen. Dan wel uitscheuren. Ik vermoed uitknippen. Vooral deze, want dit is te lastig om uit te scheuren. En dan scheur ik hem misschien helemaal kapot. En zodra ik dat gedaan heb, kom ik bij je terug. Misschien dat ik het dan al vast heb vastgeplakt. Ik denk dat ik het direct ook ga modpotchen. Mijn collage zit erop. Ik ben al heel erg tevreden. Ik zal even kijken. Ik ga natuurlijk aan het eind van de video wat close-ups maken. En zeker van deze, want die krijg ik toch niet helemaal in beeld. Maar dit is de bovenkant met het vak. Die is vrij rustig. En de onderkant, ja, is bijna een verhaal. Een kamer. Ik weet het niet. Ik vind hem erg leuk. Ik ben er heel blij mee. Het nadeel hiervan natuurlijk is dat ik A, hele mooie plaatjes heb gebruikt. Die ik nergens anders meer kan gebruiken. En B, wellicht dat ik hier dan wat plaatjes in ga leggen straks. En dat ik ineens denk, oh, dat is een mooi plaatje. Oh nee, die zit hieronder. Ik ben nog niet klaar. Ik ga nog wat met mijn Treasure Gold spelen. En dat ga ik proberen of met de Treasure Gold of met dit kwastje. Met dit verfje proberen dat schilderij iets, de schilderijrand iets naar voren te krijgen. Misschien, ik weet het niet. Maar ik ga eerst even met de Stabilo langs alle randjes. En misschien ook wel een beetje hier zo in de hoeken van de kist. Om er een beetje een rokerige look aan te geven. Dus, randje. Beetje vocht. En smeren maar. En ik neem aan dat je niet hier de hele tijd naar wil gaan zitten kijken. Dus als ik dit af heb, zie je me weer. Tot straks. Stabilo, gebruikt. Erg mooi. Nu moet ik nog nadenken over die. En ik wil kijken of ik de kleuren een beetje dichter bij elkaar kan brengen. Zeker deze. En misschien deze. En de kast, die mag iets meer... meer richting dat, denk ik. Maar dat ga ik gewoon met wat distressing doen. Laat ik dat eerst doen, want over het schilderij ben ik nog niet uit. En dan heb ik een tie-dye. En dan kan ik mee over de hand. Ja, dit is wateroplosbaar, dat zou ik niet doen. De plannen veranderen. Dat heb ik gedaan. Nu gaan we met de Treasure Gold aan de gang. Ik ga gewoon kijken wat er gebeurt als ik daar met mijn Treasure Gold overheen ga. Dit ga ik even afmaken. En ik ga nog her en der in de kist zelf kijken. Waar nog meer Treasure Gold kan komen. Dan ga ik overal wat white dots neerzetten. Behalve hier natuurlijk. Want ik had ook even kunnen wachten achteraf. En dan is die zo goed als af, denk ik. Straks kan er wat in. Tot zo. De witte stipjes zitten er alweer op. Treasure Gold zit erop. Ik moet natuurlijk nog deze verven. Ga ik zo even doen. Maar de binnenkant is af. Ik ben al een heel eind gekomen met deze mooie nieuwe kist. Maar er moest nog even wat bij, uiteraard. Want ik hou van dit soort glitter. Transferfolie. Ik noem het steeds glitter, maar het is transferfolie. Maar het glinstert natuurlijk achter straks heel mooi. Dus ik doe wat spraylijm erop. Leg de transferfolie
met de kleurkant naar beneden. En als die niet goed pakt, dan plaats je hem even en dan wrijf je nog een keer. Want dan zit er nog wat vocht onder en is de lijm nog niet kleverig genoeg. Maar hier komt hij al. En zo ga ik her en der nog wat van het rood doen. En dan ondertussen zien jullie dat hier een probleem is ontstaan. Helemaal aan het begin heb ik de buitenkant gelijmd, omdat die daar aan het loslaten was. Dat bleek niet de goede oplossing. Want, nou ja, dit kwam allemaal los. En het liet ook vrij snel los, dus dat was jammer. Dus ik heb een stukje leer erop geplakt, wat ik ook nog had. Dat plakt veel beter en geeft een veel beter soort van scharniereffect. Maar ik moet dit ook natuurlijk even oplossen. Dus dan ga ik nog even met wat rode verf misschien wel overheen. Maar eerst dit nog even. Dus ik pak wat verf erbij. Het is uiteraard paars. Maar als ik er nou een beetje zwart eronder doe. Ik ga er even helemaal omheen. Tot zo. Ik heb de rand bijgewerkt. Met deze metallic verf. Eerst met zwart eronder en daarna een beetje. Ja, het werd wat lichter roze. Maar nu het opdroogt is het eigenlijk de kleur van de doos aan het worden. Dus daar ben ik heel blij mee. En dit wordt dus een reiskistje. Dus ik heb wat spulletjes bij elkaar verzameld waarvan ik denk dat ik dat misschien kan gaan gebruiken. Ik heb bijvoorbeeld een heel eenvoudig klein paletje met waterverf gevonden. Dat past erin, denk ik. Ja, dat past erin. Vroeger was die wit. Ik zal even kijken of ik hem nog een beetje schoon kan maken. Maar dit is mijn witte Faber-Castell Big Brush. Voor de dots, uiteraard. Ik heb wat hobbylijm gevonden, wat hierin past. En daar hoort natuurlijk wel een soort van kwastje bij. Laten we het zo neerleggen. Dan lijkt het net of ik het schoon hou. Ik zal wat Stazon inkt meenemen. Dat is alcohol inkt en watervast. Dus daar kan je overal op stempelen. En dan zit ik nu net te bedenken. Misschien moet er dan ook een stempel bij. Die ga ik nog zoeken. Ik heb een bonuskaart. Die kan ik gebruiken om afbeeldingen plat te krijgen. Dus die kan erin. Nog niet daar. Gewoon even hieronder. Gewoon kijken wat erin past. Het is nog niet helemaal droog, zie ik. Ik heb wat aquarelpotloden gevonden. Een beetje de basic colors. En één houtskoolpotlood. Dat kan erin. Ja, de ondergrond verdwijnt. Ik heb altijd wel een liniaal nodig om plaatjes te kunnen scheuren. Een schaartje. Een tandenborstel is erg fijn om spetters te kunnen maken. Dan heb ik natuurlijk... Ah, hier, de Stabilo. Dus die gaat zeker weten mee. Maar dan moet er ook een... Dan moet er natuurlijk ook een puntenslijper mee. Nog een klein tooltje. Ik heb geen idee, maar ik gebruik die dingetjes wel eens om iets goed plat te wrijven nog. Daar hebben we die kaart voor, maar misschien werkt dit beter. Die gaat mee. Ik heb wat kwastjes nodig. Ik heb ook nog een kwast waar een waterreservoir aan vast zit. Die gaat ook mee. Eens kijken of dat nog past. En anders leg ik die daar neer. Past dat zo? Ja. Een beetje overzichtelijk. Soort van. Het gaat toch allemaal door elkaar. Distress inkt. Vintage foto. Vind ik echt een heel fijn inktje. Hier komt of gouden verf in of gesso. Want deze past er precies in als de klep dicht is. Dus eigenlijk wil ik hier nog wel een bakje van zien te vinden. Zet ik uit het scherm.
Net niet, geloof ik. Ik ga je laten zien. Hij past erin. Van Tim Holtz heb ik kleine lettertjes. Misschien dat ik nog eens een keer een leuke tekst wil plakken. Past erin. Ik heb een schattig lintje gevonden. Past erin. Een elastiekje. Kan nooit kwaad. En ik heb een klein notitieblokje gevonden. Om voor een volgende keer op te schrijven wat wel werkt of wat niet werkt in deze set. Zodat we dat niet nog een keer hoeven uit te vinden als we weer op vakantie gaan. Helaas, de transferfolie gaat niet mee. Mijn treasure gold gaat niet mee. Want de lijm of de pot past niet in dit kistje. En ik wil het eigenlijk tot dit kistje beperken. Het is al groter dan ik had bedacht, verwacht. Ik had eigenlijk een kleiner setje willen maken. Maar ik merk dat ik toch een aantal dingetjes mee wil nemen die in het kleinere setje gewoon niet gingen passen. Dan heb ik bakpapier. Handig als ondergrond. Als je ergens in een hotelkamer of in een appartementje aan ergens zit te werken, dan hoef je daar niet de boel direct vies te maken. En als het goed is, past die hier precies achter. Dan heb ik een ondergrond of een substrate. En die ga ik er misschien zo opleggen. Maar die wordt eerst gegessoot. Ik begin nu al ruimte tekort te krijgen. Deze, dus ik kan één groot werkje maken. En ik heb wat stukjes karton en nog wat dunnere kartonnetjes. Zeker deze ga ik, nou, misschien ook wel gesso, misschien ook wel niet. Het is gewoon een of andere kaart wat ik van de kwast heb gekregen. Die heb ik in stukjes geknipt. Zodat ik wat kleine ondergrondjes heb om aan de slag te kunnen gaan. Eens even kijken of dit erin past. Net. Oh, geweldig. Die kan nog wel een keertje dubbel. Hier moet ik natuurlijk niks los neerleggen, hè? Dat snap je wel. Dus dit gaat misschien wel gewoon hier overheen. Zo. En deze daar. Ik wil nog zo'n bakje. En dan hebben we natuurlijk plaatjes nodig. Ik heb hier een envelopje en daar zit mijn zelfgedrukte tissue paper in. Dus dat kan ik gaan gebruiken. Het waren envelopjes uit de Flow, heel handig als ze meewerken. Dus die kan daarin. Ik heb hier mijn ondergoedjes en mijn hemdjes. Ondergoed is gewoon tekst. Hemdjes zijn plaatjes die wel gebruikt kunnen worden op de ondergrond, niet zo belangrijk zijn. Maar deze gaan mee. Kijken of ik voldoende heb, aangezien ik nu ook een grotere ondergrond heb gekozen om mee te nemen. Die kan hier ook tussen. Blijft het ook zitten. Zo. Vieze handen. Ik heb een envelopje met focal points. Daar ga ik nog eens goed naar kijken. Die kan daar. Oh, nou. Ga jij maar daarheen. Zo. En dan heb ik nog een heel klein zakje met Tim Holtz Ephemera. Ik ga ze er niet allemaal uithalen, maar die zijn geweldig. Mini bingo kaartjes. Alles, allerlei oude plaatjes op mini formaat. Wat is dit? Een rapport. Dus die neem ik ook mee. Gaat hier ook bij. Nou, kijken of die nog dicht kan. En zo niet, dan moet ik hem opnieuw indelen. Ik denk wel dat ik alles heb wat ik zou willen gebruiken. Behalve dan de keuze tussen goud en gesso. Maar als ik alles van tevoren gesso, dan zou ik in principe geen gesso meer nodig hebben. In principe. Hij gaat dicht. Ja. En deze kan zo mee op reis.
denk dat ik een enorm leuke reisstudio voor mezelf gemaakt heb. Als ik je geïnspireerd heb met deze video, zou ik het heel fijn vinden als je mij een like geeft. Je kunt je ook abonneren op mijn kanaal. Hier beneden staat de rode abonneerknop. Als je daarop klikt, verschijnt daarnaast een zwart notificatiebelletje. En als je daarop klikt, krijg je elke keer een melding wanneer ik een nieuwe video op YouTube heb gezet. Je kunt mij ook vinden op Facebook. En hier links in de hoek komt straks mijn Facebook-adres te staan. Ik zal het ook in de omschrijving zetten. Ik ben blij dat je erbij was. En ik hoop je snel weer te zien.